autisme en Sinterklaas. Kan het zonder stress? Met Sinterklaas in het land slaat bij veel kinderen met autisme de stress toe. Overigens ook bij volwassenen. Te veel prikkels, te veel verrassingen en pieten die rare capriolen uithalen. Met een grote groep Sinterklaas vieren. Ik moest er altijd van overgeven, schrijft Ramona op onze Facebookpagina. Er kwamen veel reacties binnen bij Autisme TV. Op basis van die reacties hebben we deze uitzending gemaakt. We spraken met moeders met kinderen met autisme. Het begon eigenlijk al in begin november al met dat iedereen opzag tegen wat er zou gaan komen begin december. We gingen naar een Sinterklaasviering in speciaal onderwijs. We vroegen de dagbehandeling van het Leo Kanhuis naar hun Sinterklaas. En wij houden het eigenlijk vrij simpel. En we eindigen met een top 10 van tips om stress te beperken. Maar we beginnen met een opmerkelijk boek over een zwarte piet met autisme. Dit is Jody Hens, ze is 27 jaar. Ze heeft autisme en ADHD. Ze woont zelfstandig met een wajonguitkering en doet 2 dagen in de week vrijwilligerswerk. Jody schreef dit boek, Kleine Piet, over een zwarte piet met autisme. Waarom dit onderwerp? Omdat ik combinatie is van 3 van mijn favoriete dingen. Ik vind schrijven heel leuk. Ik schrijf ook al vrij lang. Sinterklaasperiode vind ik een hele leuke periode. En ik schrijf het liefst dingen die dicht bij mij liggen. Vandaar dat de combinatie kwam van, nou ja, dan schrijf ik een boekje over een klein zwarte pietje dat ADHD en autisme heeft. En ik heb zelf ook ADHD en autisme, dus veel van de dingen waren kenmerkend voor mij of wist ik dat veel voorkwam of heb ik zelf meegemaakt, waardoor ik het dicht bij mezelf kon houden. Jody heeft een passie voor Sinterklaas. Eigenlijk nog meer voor Zwarte Piet. Zelf noemt ze het een preoccupatie, een obsessie. Ze heeft het nu onder controle, maar jaren geleden kon ze in de Sinterklaasperiode aan niets anders denken. Ze had het niet onder controle. Als ik het niet onder controle heb, dan is dat het enige waar ik over kan en wil praten. Waar ik me op mijn vrije momenten mee bezig hou. Waardoor mijn normale dagelijkse functioneren zodanig op invloedt dat het minder wordt, dus dat mijn huishouden achteruit gaat, mijn persoonlijke verzorging achteruit gaat, mijn financiën niet meer goed gaan, mijn werk niet meer goed gaat. Met hulp van buiten kreeg ze er weer meer grip op, kon ze het onderwerp ook loslaten. 2 jaar geleden besloot ze een boek te schrijven over een Zwarte Piet met autisme. Het zijn allemaal losse verhalen, zoals deze, waarin Zwarte Piet een begrip letterlijk neemt. Een voorbeeld is een andere Zwarte Piet vertelt hem, omdat Kleine Piet vervelend is, je kan het dak op van mij. En wat bekend is, kleine kinderen, maar kinderen met autisme en ADHD kunnen dingen nog wel eens letterlijk en figuurlijk nemen. Dus in dit geval gaat Kleine Piet ook werkelijk het dak op. En dat zorgt weer voor situaties dat ze me vanaf moeten halen en al dat soort capriolen. Dus het zijn wel situaties die heel herkenbaar zijn. Jody is gek op Zwarte Piet. Toen ze 16 was, kocht ze een Zwarte Pietenpak. Toen Zwarte Piet uitgroeide tot een obsessie, kocht ze een 2e Zwarte Pietenpak. Op maat. En heel duur. Daarmee speelt ze tegenwoordig regelmatig Zwarte Piet. Gaat dat goed? Ik kan bij vreemden nog steeds wel enigszins terughoudend zijn. En mij probeer het wel zoveel mogelijk te verbloemen door enthousiast mee te spelen en niet zozeer te laten opvallen. En het is aan het eind van de dag ben ik gesloopt. En ook kapot moe dat ik thuis kom en ga douchen en ook als het 5 uur ochtend, 5 uur middags ik slaap. Wel tevreden, dat zeker, ja. Jody heeft zelfs een website gemaakt over haar boek. www.kleinepiet.nl. Daar kan het boek besteld worden. Er is geen oplage. Komt er een bestelling binnen, dan wordt het boek bij een vriend in elkaar gezet. Een deel van de opbrengst gaat naar de NVA. Ik heb hier een verhaaltje dat heet Schimmelvlekken. En daarin wordt
Kleine Piet gevraagd om Paardenpiet te helpen om Amerika schoon te maken. Ik zal een klein stukje eruit voorlezen. Kleine Piet poetst en poetst. Het zweet staat op zijn voorhoofd. Maar hij krijgt al die vlekken er niet vanaf. Als Paardenpiet even later komt kijken, is Amerika helemaal rood van het boenen. Waarom boen je zo hard? Vraagt hij. Dat vindt Amerika helemaal niet fijn. Ik wil die grijze vlekken er vanaf krijgen. Maar dat lukt me maar niet, zegt Kleine Piet. Paardenpiet moet hard lachen. Wat is er grappig? Vraagt Kleine Piet. Die grijze vlekken, dat hoort daar te zitten. Dat zijn geen vlekken, maar dat is zijn vacht, zegt Paardenpiet. Dit is Esther van der Heijden, moeder van twee meisjes met autisme. In het dagelijks leven is ze muziektherapeut en koordirigent. Dit zijn de dochters. Rechts is Inge, die is 11 jaar, en links is Rinske, die is 8 jaar. Beide meisjes hebben Asperger, weten ze sinds een paar jaar. Vroeger toen ze klein waren, was dat nog niet bekend. Was er toen veel stress met Sinterklaas? Ja, verschrikkelijk. Nou, niet alleen Sinterklaas, dat begon eigenlijk al begin november al. Met dat iedereen opzag tegen wat er zou gaan komen begin december. En natuurlijk daarna de kerst. En dan hebben we ook nog een jarige op 21 december. Dus eigenlijk was na december waren we allemaal zo uitgeput dat we allemaal op vakantie moesten. Maar dat was ook niet echt een goed plan met allemaal autistische mensen in huis. Dus het is eigenlijk altijd een vreselijke stresstoestand geweest waar we helemaal geen lol meer in hadden. Allemaal niet. Esther wist uit ervaring natuurlijk al wel dat verrassingen en onvoorspelbare gebeurtenissen in hun gezin veel stress veroorzaakten. Maar toch deed ze mee met Sinterklaas op de manier zoals iedereen dat doet. Ja, maar meer omdat we op dat moment nog niet wisten dat de meisjes allebei Asperger hadden. En je hebt natuurlijk wel iets in de gaten dat ze, dat er iets niet klopt, dat ze het eigenlijk helemaal niet leuk vinden. Maar je denkt dan als moeder vanuit je eigen perspectief van ja, ik wil ze dat ook niet onthouden, het Sinterklaasfeest. Het is eigenlijk te leuk om dan maar niet te gaan vieren. En bovendien doet iedereen het. Dus hè, als ze dan de dag daarna op school komen, is het ook sneu als wij helemaal niks aan Sinterklaas hebben gedaan en ze geen pakjes hebben gehad. Ja, toen we eenmaal wisten dat ze allebei Asperger hadden en ook mijn inmiddels ex-man Asperger heeft, toen hebben we de boel wel drastisch omgegooid. Want dan ga je realiseren dat bijna alles wat we deden gewoon niet werkt. Eigenlijk dat je ook van tevoren weet dat het een drama wordt. Dus toen zijn we begonnen met gewoon een plan maken met z'n allen van wat willen we nou eigenlijk? Wanneer vinden we het nou allemaal leuk? Wat is er nodig om van Sinterklaas toch gewoon een leuk feest te maken? Nou, er kwam een hele lijst aan oplossingen uit en daar kan je dan wat mee. Onverwacht werd Sinterklaas een ander feest. Een feest dat je wel degelijk kon vieren, maar zonder verrassingen. Want dat is precies het probleem, de onvoorspelbaarheid. Ja, omdat Sinterklaas eigenlijk in alle opzichten het feest is van de onvoorspelbaarheid. Dus alles komt onverwachts. Het zijn allemaal verrassingen. Allemaal onverwachte pieten die opduiken, onverwachte cadeautjes, dingen die in het donker moeten gebeuren, harde muziek, jolige kinderen, veel geschreeuw, veel toestanden. Ja, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die niet leuk zijn als je autisme hebt. De kinderen waren nog maar 4 jaar toen Esther besloot om de waarheid te vertellen. Ook al druiste dat in tegen het gevoel. Want alle peuters in de klas geloofden nog in Sinterklaas. Voor onze kinderen was dat het beste, omdat ze gewoon niet, gewoon geen leuke decembermaand meer hadden. En ook al vrij snel in de gaten hadden dat er van alles niet klopte. En als er dingen niet kloppen, als er onduidelijkheid komt, dan ga je allerlei dingen in het hoofd halen en dan ga je zelf verbanden leggen dus tussen dingen. En zelf conclusies trekken en er kwam heel veel angst en heel veel onzekerheid kwam daarbij. En dat was gewoon, dat kon je met goed fatsoen je kind niet aandoen. Daarvoor is het dan weer net niet belangrijk genoeg het hele Sinterklaas gebeuren. Dus met een jaar of 4 waren ze allebei wel op de hoogte.
En heb ik eigenlijk heel feitelijk verteld wat het allemaal voorstelt, waarom het gebeurt zoals het gebeurt. En wat men daar dan leuk aan vindt. Want dat moest ik ze ook echt uitleggen. Want ze zagen de lol van sommige dingen echt niet in. He, als je 's ochtends op school komt en dan is er een rommelpiet geweest, die dus al je spulletjes door de war heeft gehaald. Ik heb tot 2 keer toe de kinderen weer mee naar huis kunnen nemen daarna. Die waren zo over de rooien van het hele gebeuren. En dat iemand op het idee komt om een chaos te maken in alle duidelijkheid. Nou ja, daar zagen ze echt de lol, de humor niet van in. Ja, we hebben samen de cadeautjes gekocht. Ook van tevoren helemaal bedacht wat het moest zijn. En ook al een keertje door de winkel heen gelopen van wat gaat het zijn. En daarna een keer met z'n allen de winkel in om het te kopen. En we hebben het ook samen ingepakt. Wel samen daar leuke gedichten bij gemaakt. Want dat vinden de kinderen wel heel leuk. Waar ze heel erg van houden is woordspelingen. Dus er komen hele grappige gedichten uit waar ze zich dan helemaal slap op lachen straks. Maar dat weten ze dus ook al van elkaar. Maar dat maakt niet uit. Het is juist de kracht van de herhaling dan die ze heel leuk vinden. En dan gaan we al een paar dagen voor Sinterklaas, komend weekend, gaan we al Sinterklaas vieren. En dat doen we dan gewoon op de middag. Dus geen Sinterklaasavond, want dan ben je al vanaf 's morgens dat je wakker wordt aan het spanning opbouwen tot het moment dat het donker wordt. En dat werkt niet. Dus voordat het donker wordt, gewoon bij licht vieren wij Sinterklaas. En tegen de tijd dat we dan gegeten hebben en het wordt donker, dan kunnen ze heerlijk spelen. Is de rust weer teruggekeerd voordat iedereen gaat slapen. Dit zijn kinderen van de Dr. Verschoorschool in Nunspeet. Een school voor speciaal onderwijs. Ze wachten op Sinterklaas, die ieder moment kan komen. Veel van deze kinderen hebben een vorm van autisme en zijn snel overprikkeld en raken dan gestrest. Sommige kinderen staan liever alleen. Anderen dragen koptelefoons om de geluidsprikkels die binnenkomen te dempen. Vandaag is het 27 november, ruim een week voor pakjesavond. Maar op deze school vieren ze de verjaardag van Sinterklaas bewust eerder. Dat is zeer bewust, ja. Want als je de spanning zeg maar te lang laat duren, dan loopt het gewoon te veel op en dan wordt overprikkeling nog erger. In de hal van de school staat een thematafel over Sinterklaas. Die wordt daar neergezet na de officiële aankomst in Nederland. Via een pictokalender wordt dan duidelijk gemaakt hoe Sinterklaas wordt gevierd. In de klasse zelf wordt aan Sinterklaas beperkt aandacht gegeven. Wat ik wel altijd doe is mezelf verkleden als Sinterklaas in de kring. Dus dat ze ook echt zien, oh ja, het is een mantel en een mijter en een baardje. En dan heb ik een bezem, dat is dan mijn paard, die mogen ze even aaien. Dan hebben ze al een beetje kennis gemaakt met Sinterklaas. En dan is het allemaal niet meer zo spannend. Het is klokslag 9 uur. Sint komt aangereden in een eend. Precies volgens draaiboek. En natuurlijk delen de Pieten ook pepernoten uit. Dat staat ook in het draaiboek. En dat is met alle leerkrachten doorgesproken. Zodat de kinderen goed voorbereid konden worden. Sommige kinderen staan op afstand vanwege de spanning. Ook Ruben heeft er last van. Die gaat nagelbijten. Kijk ik meer naar mijn nagels, bijt ik ze eraf en dan heb ik steeds bloed. Dat gebeurt als ik de spanning iets te hoog is. Feiten. Na de aankomst volgen de kinderen Sinterklaas naar de zitkuil om daar liedjes te zingen. Maar Ruben hield het voor gezien. Dan... Hij kan dit soort spanningen niet goed aan. Begin ik iets drukker te worden? Altijd. Nou begin ik iets meer te schommelen als je zit. Of dan kom ik tegen andere kinderen aan. En dat vinden zij niet zo fijn. In de zitkuil wordt Sint volop toegezongen. De meeste kinderen zijn daar graag bij en hebben veel plezier. Sint, Sinterklaas!
Sommige kinderen blijven liever op afstand. En dat wordt op deze school volledig gerespecteerd. We hebben één jongen, bijvoorbeeld, die is vorig jaar bij ons op school gekomen. Ziet vreselijk op tegen deze dingen. En daar heb ik gisteren de afspraak mee gemaakt van dat we gewoon op afstand staan te kijken en te luisteren. En hij heeft zijn eigen oordoppen mee en die heeft hij ook ingedaan. En zo heeft hij toch helemaal schik dat hij erbij kan zijn en dat hij weet wat er gebeurt. Het Sinterklaasfeest is een ingewikkeld feest voor kinderen met autisme. Normaliter gebeuren er allemaal onverwachte dingen. Pieter doet gek en eigenlijk is het maar raar dat volwassenen blijven beweren dat een paar verklede mensen echt bestaan. Voor sommige kinderen is het niet te begrijpen dat volwassenen hierover liegen. Dus dat je met elkaar iets in stand houdt wat eigenlijk helemaal niet waar is. De taal die ze heel letterlijk kunnen nemen. En wat bij Sinterklaas zeker zo is, alles is veel. Dus veel geluid, veel geuren. Er zijn ook veel veranderingen. Dus je weet niet altijd wat je te wachten staat. Dat wisten deze kinderen wel. Het feest wordt afgesloten in de gymzaal. Daar zit Sint op zijn troon en kijkt naar de kunstjes die kinderen hebben ingestudeerd. Ieder half uur komt er een nieuwe groep kinderen langs. De Sint zelf gaat dus niet de klas langs. Een bewuste keuze. Waar we dus bewust met de kleuters voor kiezen is dat Sint niet in de klas komt, maar dat we naar de Sint toe gaan. Dus wij controleren het. Dus wij hebben zeg maar de controle. Wij doen iets voor de Sint doet niet iets voor ons. Dan is het ook wel duidelijk afgebakend zo. We gaan naar de gymzaal, daar vieren we het feest, we gaan weer terug, dan is het klaar. Dan blijft de klas ook gewoon een veilige plek. Kinderen met autisme houden van structuur en duidelijkheid. Liever geen Pieten die al te uitbundig zijn en een Sinterklaas die allemaal woordgrappen maakt. Liever een rustige Sint, dat vinden deze kinderen veel fijner. De Sinterklaas en Pieten zijn speciaal door school voorbereid. Ja, we hebben Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten heel goed ingesproken. Sinterklaas is een bekende van onze school, zou ik maar zeggen. En die moeten ook bereid zijn om een heel rustige Sinterklaas te zijn en een hele rustige Zwarte Piet. Kijk, Sinterklaas is natuurlijk meestal wel rustig, maar toch moet hij heel erg goed op zijn woorden letten. En ook tijd geven aan kinderen om te kunnen reageren. Wat wil jij vragen? Ik vind Sinterklaas vieren heel erg leuk. Ja? En op 8 december heb ik pakjesmiddag, want daar komt het goed. Geweldig zeg. Nou, we zien elkaar misschien wel weer ook. Ja. Ja, ik ben heel benieuwd hoor. Geweldig. En zo werd er gefeest en gezongen in de gymzaal van de Dr. Verschoorschool. De kinderen vierden een feest waar ze echt van genoten. Ze voelden zich veilig, wisten precies wat er ging gebeuren, werden niet te lang blootgesteld aan prikkels en ieder kind mocht het feest op zijn eigen wijze meemaken. Ook door er niet bij te zijn, zoals Ruben. Eerlijk gezegd is die wel nep. Er zijn eigenlijk alleen maar verklede mensen. De rest is een heel leuk kinderfeest, maar de rest is allemaal flauwkul. Ik werk bij Dr. Leo Kannerhuis en ik werk op de kinderafdeling met kinderen met autisme van ongeveer 6 tot 10 jaar. En wij houden het eigenlijk vrij simpel. En dat doen we expres, omdat er eigenlijk op school en thuis al best veel aandacht aan wordt besteed. De kinderen komen hier 2 dagen en op een van die 2 dagen vieren wij meestal op een ochtend Sinterklaas. Maar in principe zijn de Sinterklaasboeken al veel eerder uit. En daar nemen wij de kinderen ook in mee. Ze krijgen groepscadeaus. En wij gaan een paar maanden van tevoren al met die kinderen kijken van, goh, er komen een paar groepscadeaus, wat zou je nou graag willen? Maar het is iets wel wat ook andere kinderen mee kunnen spelen. Dus het komt hier uiteindelijk op de groep, maar wat vind jij nou leuk? Nou, en dan, meestal zijn de kinderen het vrij snel over eens over een paar dingen die ze graag zouden willen hebben. En dat zijn vaak dingen, aanvullingen als Lego, of een bepaald spel, maar meestal gewoon het constructiemateriaal wordt vaak gekozen. En, of actiereactiemateriaal.
Dingen die ze eigenlijk al kennen, maar daar graag weer een aanvulling van. Zeg maar. Dat is nog een extra huisje of een extra raam of een extra poppetje. In de week zelf van Sinterklaas kiezen wij één moment waar wij met de kinderen Sinterklaas vieren. Nou, zoals ik al zei, doen we dat in de ochtend. Ook dit jaar zullen we dat op maandagochtend al doen. En dan is het eigenlijk vrij simpel. Er komt geen Sinterklaas. Er wordt niet op de deur gebonst. Er komt geen zak. Er zullen een aantal groepscadeaus worden gekocht. Afhankelijk van het kind weten ze wel of niet al wat er in de cadeaus zit. Of wat er in het pakje zit. We zullen waarschijnlijk gewoon aan tafel zitten. En ze krijgen een bepaald cadeau wat ze mogen uitpakken. En dan krijgen ze ook te zien welk moment ze daar mee mogen spelen. En dat is het eigenlijk. Minder stress met Sinterklaas. De tip top 10. Op 10. Hou je aan afgesproken tijden. Op 9. Informeer ook je familie of gasten hoe je pakjesavond viert. Op 8. Geef je kind een taak op pakjesavond, bijvoorbeeld een drinkpiet die voor alle drankjes zorgt. Op 7. Beperk de prikkels. Niet alle folders in de bus moeten gelezen worden. Op 6. Zwaai of zing Sinterklaas weer duidelijk uit. Op 5. Verpak het cadeau in doorzichtig cellofaan. Op 4. Vertel je kind hoe vaak en wanneer het de schoen mag zetten. Op 3. Koop samen met je kind cadeaus, zodat duidelijk is wat ze krijgen. Op 2. Laat Sint een stappenplan in de schoen doen. En op 1. Gebruik een aftelkalender. Wij wensen u een leuke en stressvrije Sinterklaas.